Hallo. Dag Frank. Hey, ja, hallo. Je bent er geraakt, alles goed? Ja, het is prima weer. Prachtig weer voor een mooie fietstocht. Hey, wacht een momentje. Ik ga van mijn fiets afstappen. Dag Stefanie. Voilà, proficiat. Je hebt meegedaan met de wedstrijd die ik had gedaan over het weertje. Een leuke weerspreuk verzinnen om de mensen van de klimaattop een beetje te helpen. En een zeer onschuldige hand heeft Stefanie eruit getrokken als winnaar. En dat wil dus zeggen, ik had nog een telescoopje op overschot. Dat is voor jou. Super fijn, dankjewel. En jouw spreuk was, Stefanie? Voor men gunning geeft aan belevenisprojecten, leest men best het rapport der milieueffecten. Heb je daar lang over nagedacht? Eigenlijk niet, nee. Het kwam een beetje vanzelf. Het kwam net na de beslissing van, om Uplace toch te laten doorgaan. En ik vond dat eigenlijk, ik was daar eigenlijk een beetje slechtgeziend over. En ik dacht, daar ga ik een spreuk over maken. Het was jou misschien niet zo erg om die telescoop te doen, of wel? Ook wel een beetje, toch wel. Ja, nee, ik had niet verwacht dat ik hem ging winnen. Normaal gezien denk ik dat het de eerste keer is dat ik een wedstrijd win. En dan direct zoiets, zeg. En dan direct Frank de Bozer voor je deur. Ja. Ja. Vind je het speciaal? Ja, tuurlijk. Ja, zeker dat hij helemaal met de fiets naar hier is gekomen. Ja. Hoe lang heb je erop gefietst? Oh, ik ben dus een heel trage fietser. Het is een 30 kilometer en ik heb er een dikke anderhalf uur over gedaan. Maar je bent nauwelijks buiten adem, hè? Ja, maar dat is niet de bedoeling. Een mens moet genieten, hè. Dus anders dan zijn we niet goed bezig. Hè. Ik ga mijn telescoopje nemen. Ja. Het is dus een telescoopje. Zo. Zo. Het is er eentje die ongeveer 30 keer vergroot. Je kan hem op een statief zetten, dat is niet onbelangrijk. Nooit meer naar de zon kijken op straffen van verblinding. Maar voor de rest kijk je maar naar wat je wil. En je kan veel mooie dingen zien. Ik ga hem scherp stellen en dan geef ik hem jou. Ik weet niet of je het weet, Frank, maar we hebben hier met een grote Frank de Bozere fan te doen. Hoe komt het? Goh, hoe komt dat? Ja, ik ben een grote fan van de wetenschap in het algemeen en van Frank de Bozere in het bijzonder. Ik vind eigenlijk dat Frank veel vaker op tv moet komen en veel meer podium moet krijgen om allerlei dingen uit te leggen over de wetenschap en over het milieu en over alles wat... Alles wat hij interessant vindt, want dat vind ik meestal ook interessant. Is het een goede nacht straks, denk je, om naar de sterren te kijken? Ja, ik denk wel dat het vannacht helder zal zijn. Dus ze blijft op tot na middernacht en dan ziet ze Jupiter met zijn vier manen. En dan tegen morgenochtend trakteer ik op een maansikkel en op de planeet Venus. Nee, echt waar. Is dat voor jou een ideale vrije dag, Frank? Met de fiets erop uittrekken? Ja, dit is leuk. Dit is het aangename aan het nuttige koppelen. Goed zijn voor het milieu, goed zijn voor mijn gezondheid, goed zijn voor mijn portemonnee. Iemand gelukkig maken. En ik heb mijn boterhammetjes bij. Dus Stefanie, als jij misschien nog een tas koffie hebt, graag.